Samen hebben we ervoor gezorgd dat de consumenten door heel Europa voorzien van gezonde en duurzaam geteelde groenten en fruit. Consumenten hebben dat gezien en vragen eigenlijk steeds meer van datgene wat wij kunnen leveren. En om dat te kunnen doen hebben we deze nieuwbouw nodig. Er zijn een aantal ontwikkelingen van belang om deze nieuwbouw te doen. De eerste is dat we voorzien dat de komende jaren er minder beschikbaarheid zal zijn van mensen die het werk kunnen doen. Maar veel belangrijker is nog dat duurzaamheid is belangrijk. In de manier waarop we onze producten behandelen, het gebouw zelf natuurlijk, maar ook de arbeid moet duurzamer. Mensen ten opzichte van ons bestaande gebouw willen we graag dat mensen met minder belasting voor het lijf en het lichaam in plezierigere omstandigheden kunnen werken. We gaan een hobo-magazijn plaatsen waarin we zo'n 3000 pallets kwijt kunnen. Daarnaast komt een groot fusmagazijn. Er zullen een aantal sorteerlijnen geplaatst worden met robotisering daaromheen. Er komen zo'n 30 rijpcellen en nog een aantal andere opslagcellen. Uiteindelijk zullen we daar ook ruimte creëren om een hele grote appeal treatmentlijn te plaatsen. Ik ben er trots op dat we eigenlijk al zo dicht op het gebruik van ons huidige pand een nieuw pand kunnen bouwen. En dat betekent dat we het fantastisch goed in de markt doen en dat onze klanten en onze telers ons erg waarderen. En dat we daardoor groeien en dus die ruimte nodig hebben. Ik ben natuurlijk super trots dat we zo een mooi gebouw neer kunnen zetten. Vol met innovaties. Pionieren laten we echt zien op deze manier. Maar daarnaast is het echt een voorbeeld van gezondheid en duurzaamheid. En dat is ook waar Nature's Pride voor staat.